Hoi, welkom bij mijn Pokémon Halloween evenement filmpje. Het is inderdaad begonnen. Het begon vanmorgen en dat was heel erg leuk. Ik ging natuurlijk even kijken welke Pokémons ik kon zien vanuit mijn slaapkamer. En daar vond ik een Meowth en een Oddish. Nou, ik was helemaal blij met die Oddish, want ik ben dus aan het sparen voor mijn Vaalplume. En ik heb al 78 Oddish Candy. Of tenminste, die Oddish die ik vandaag erbij had gevangen, had me er dus 8 erbij gegeven. Want je krijgt dus 4 candies bij het vangen. Ik zal het je zo meteen laten zien. Maar inderdaad, je ziet al, ik heb 2 Ghastlies gevangen en een Haunter. Dus die zijn er wel meer dan normaal. Hier zie je me execute met een sterretje. Het kwam uit een ei vandaag. En het leuke was, uit eieren krijg je dus ook extra candies. Ik kreeg 25. Dus daar was ik er heel blij mee. Ik heb en een hele goede execute, want het is een wonder execute. En ik heb meteen 50 execute candy. Dus ik kan er later een hele mooie executor van maken. Oh, sorry als ik trouwens sommige namen verkeerd uitspreek. Ik heb niet zoveel Pokémon tekenfilmpjes nog gekeken. Dus soms spreek ik ze een beetje op zijn Nederlands uit in plaats van netjes op zijn Engels. Dus excuseer mij. Ik zal wel mijn best doen natuurlijk. Nou, zoals je ziet, Haunters, Ghastly, je vangt ze dus extra. Dit is dus in mijn huis. Ik ben nu op dit moment in mijn opnamekamer en dit is wat ik hier zie. En meer Zubats dan normaal. Ik hoop dat het lukt om hem te vangen, want ik ben op zich heel slecht in het vangen van Zubats. En dan kan je dus zien dat je meer candy krijgt dan normaal. Ook ga ik je zo meteen laten zien dat je met je buddy ook veel meer candy krijgt dan gewoon. Oké, ik heb hem nu gevangen en dan kijk je nu mee naar het aantal candies. 6 krijg je dus bij het vangen in plaats van 3. En even kijken wat voor een above average. Nee, die is niet goed genoeg, dus die gaan we transferen. En dan zul je zien, in plaats van 1 krijg je nu 2 candy. Dus deze heeft me al 8 candy opgeleverd, terwijl normaal eentje er normaal 4 oplevert. 3 voor het vangen, 1 voor het wegsturen. Nou, ik kijk even mee. Je ziet hier bij mij een Cubone in het midden. Er zijn heel erg veel Cubones hier. Dat was dus niet aangekondigd bij het evenement, maar het is wel zo. En waar je normaal eigenlijk veel Pidgeys en Weedles en Rattatas treft, tref je nu bijvoorbeeld heel veel Meowths en andere Pokémons. Ik heb bijvoorbeeld al 4 of 5 keer een Meowth vandaag tegengekomen. En waar ik normaal dus de Pidgeys en de Weedles tegen zou komen. Ook de Cubones is op de plek waar je normaal Pidgeys en Weedles en Rattatas tegenkomt. Dus je komt dus niet alleen de Pokémon tegen die ik had aangekondigd. Je komt er ook nog een heleboel andere tegen die je misschien nog niet had. Dus het is echt de moeite waard om vandaag op stap te gaan. Ben je bijvoorbeeld aan het sparen voor je Gyarados, dan je hebt heel veel. Als je 1 Magikarp vangt, heb je nu al heel veel candy. Dus dan komt dat dus wel heel snel. Dan kan je een heel mooi, door deze week je Magikarps te gaan vangen, kan je al wel een legertje aan Gyarados gaan plaatsen. Als ik hem vang natuurlijk. Ik moet straks even flink gaan wandelen om de ballen te halen. Maar ook, je krijgt echt heel veel nu met je buddy. Ik ga het even, als dit klaar is, aan je laten zien. Want ik dacht dus, want ze hadden gezegd dat je dus 4 candy zou krijgen bij het uitlopen van je buddy. Maar dat is dus niet zo. Ik ga even naar mijn buddy kijken. Ik loop nu met de Kadabra, want ik ben aan het sparen voor mijn Alakazam. En een Kadabra, normaal gesproken, moet je dus 3 kilometer meelopen voor 1 buddy candy. En je kan hier zien, ik ben dus al flink met hem aan de wandel. 34,2 kilometer hebben we al met z'n tweeën gewandeld. Maar als jij nu met mij meekijkt, dan zie je dus dat hij nog maar 0,75 kilometer, oftewel 750 meter moet hij lopen om 1 candy te vangen. Dus normaal gesproken waren het 3 kilometers voor 1 candy. En nu is het dus maar 750 meter. Dus ik krijg vandaag heel erg veel Kadabra candy. En ik ben er dus al bijna bij mijn Alakazam. Maar sommige Pokémon kosten normaal 5 kilometer wandelen voor 1 candy. Alle Pokémon gaat nu maar 750 meter zijn. Dus het zou heel slim zijn om deze week juist de Pokémon te pakken. Bijvoorbeeld de Dratini's. Tenminste, als je niet zoveel Dratini's in je buurt hebt. Of de Lapras. De Pokémon's pakken die je dus normaal veel langer mee moet wandelen. Als je die dus nu gebruikt, krijg je dus heel erg veel candy. Nou, ik heb er helemaal zin in.
Ik ga zo op pad en ik ga ook proberen te filmen wat ik allemaal ga vangen. Bij mij in de buurt, zodat je ook een beetje een idee hebt wat jij zou kunnen verwachten. Tijdens het filmen zul je iedere keer zien dat mijn telefoon steeds op dezelfde tijd blijft. Namelijk 9:41. Klopt, ik koppel mijn telefoon aan mijn laptop. En op het moment dat ik dat doe om een scherm op te nemen, blijft mijn tijd stilstaan. Dus vandaar. Leuk! Ik hoop dat je dit filmpje leuk vond. Ik hoop dat je de rest van mijn filmpjes ook wil zien. Met mij gaan kijken wat er allemaal te vangen valt. Enzovoort, enzovoort. Abonneer mijn kanaal als je meer wil zien. Geef het filmpje een like als je het leuk vindt. Bedankt voor het kijken. En tot het volgende filmpje. Doepa doe!